De euro bestaat 20 jaar. En u hebt wellicht al familieleden of vrienden horen zeggen dat alles duurder geworden is door de omzetting van frank naar euro. Maar is dat ook zo? Ik krijg van veel mensen ook vragen over de huidige prijsstijging, de inflatie dus, en hoe gevaarlijk die inflatie is, zeker als de huidige Belgische Vivaldi-regering bij de pakken blijft zitten. In deze video wil ik graag op verstaanbare manier uitleggen hoe groot het gevaar voor inflatie is voor u en hoe die inflatie veroorzaakt wordt. Ik ben Johan van Overtveld, econoom, Europees parlementslid en gewezen minister van Financiën. Laat ons starten met de openingsvraag. De euro bestaat 20 jaar en heeft de invoering van de euro ons leven duurder gemaakt. Iedereen die het in der tijd meegemaakt heeft, weet het nog. Een brood van 60 frank ging plots 1,5 euro kosten. Maar is de prijs van het brood dan ook harder gestegen door die omzetting van frank naar euro? Kijkt u even mee naar deze tabel. Het antwoord is evident. Nee, het leven werd niet opmerkelijk duurder. Elk modern land dat economisch vooruitgaat, heeft een normale inflatie van om en bij de 2%. Inflatie is dus onvermijdelijk bij vooruitgang. Maar wat we zeker niet willen, is een te hoge inflatie. En we worden nu geconfronteerd met een inflatie die op een jaar tijd is opgelopen naar 6-7%. De oorzaken daarvan zijn velerlei. 1. De stijgende energieprijzen, maar ook de pandemie. 2. Waardoor een aantal aanvoerketens in de economie verstoord werden. En onderdelen voor productie vaak gewoon niet op hun plaats geraakten. Maar vergeten we toch ook niet dat monetaire beleid dat een belangrijke rol gespeeld heeft bij de ontwikkeling van die inflatie. De rollende sneeuwbal is beginnen aanzwellen. Prijsstijgingen zorgen voor loonstijgingen en loonstijgingen geven op hun beurt opnieuw aanleiding voor prijsstijgingen en zo dreigen we dus in een vicieuze cirkel te komen. Hoe stoppen we de inflatie? Ik bespaar u alle economische beschouwingen en details, maar wat zeker niet helpt is eurobiljetten drukken en blijven bijdrukken. Het zet de waarde van de munt onder druk, vergroot het risico op allerhande zeebellen en het wiegt vele landen en regeringen in slaap. Als de Europese Centrale Bank achterliggende problemen blijft camoufleren, waarom zou dan bijvoorbeeld de Vivaldi-regering nog de hervormingen doen die zich opdringen om onze huishouding op orde te krijgen? Ik heb in het Europese parlement mevrouw Lagarde, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, meermaals gewaarschuwd voor de gevolgen van dit monetaire beleid. Helaas wandelt men steeds in een grote boog om die kritiek heen door te stellen dat deze inflatie gewoon van tijdelijke aard is. De feiten hebben die bewering ondertussen echter duidelijk ingehaald. Komt daarbij dat het noorden van Europa harder getroffen wordt door die inflatie dan het zuiden. Net omdat regio's zoals Vlaanderen veel meer van de export leven en omdat wij in het noorden traditiegetrouw veel meer sparen. Dat maakt dat we eind vorig jaar al 22 miljard aan koopkracht verloren hebben op gans ons spaargeldvolume. Ik stel vast dat de huidige federale regering weinig tot niets onderneemt om de gevolgen van die inflatie op burgers en bedrijven te milderen. Toen de N-VA nog in de federale regering zat, namen we wel structurele maatregelen, zoals bijvoorbeeld de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting. En dit alles om de positie van burgers en bedrijven te verbeteren. Maar de huidige Vivaldi-regering wordt blijkbaar gedomineerd door de Franstalige partijen en dat werkt verlammend voor Vlaanderen, zodat de problemen die we kunnen krijgen met die inflatie wel eens groot zouden kunnen worden. Als het water straks wegtrekt, als de pandemie en de crisis achter de rug zijn, zal blijken welke landen er een zwembroek aan hebben. Het gaat er dus om stevig aan het herstel te kunnen beginnen. De N-VA wil de koopkracht van de burgers en de positie van de bedrijven versterken. Tijd voor actie.